Hoi en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier samen met Luna. En we zijn bij de McDonald's. Goedemiddag, welkom bij McDonald's. Mag ik een bestelling opnemen? Hi, ja, mag ik een... Unboxing. We hebben ons eten! Vet slecht weer. Okay. Hoe laat is het? Kwart over één. Oké, welke is voor jou? Welke is voor mij? Ja, moet je even kijken. We hebben hetzelfde. Oh ja. Zoetzure saus. Twee frietsaus. Beide voor mij. Oh ja. Een Big Mac voor Luna. Echt super charmant om een Big Mac te eten op beeld. Echt zo. Daar heb ik ook kip nuggets. En dat patat laat ik wel even in, want of niet? Is allemaal omgevallen? Kijken. Nee. Nee, is gewoon netjes. Maar waar moet je dat neerzetten? Kan je dat niet echt neerzetten? Nou, hierin, maar het is te veel voor troep. Maar dan onderruimt zijn auto nooit op. Nee, dit is mijn troep, sorry dan. En de patat. Arme Ramon. Ik heb hier zoveel zin in. Ook. We hadden gevraagd op Instagram of mensen vragen: wil bestellen? Maar we zijn niet zo populair. We hebben geen vragen gekregen. Of we hebben wel vragen gekregen, maar dat was gewoon: hoe gaat het? Dat soort dingen. Dus dat niet zo heel interessant. Dus ik heb op internet gewoon wat vragen opgezocht en die gaan we behandelen. Hoe laat ben je vanochtend opgestaan? 9 uur denk ik. Jij? Ja, ik had 9 uur wekker, want ik had les. Om 9:15. Maar echt mijn bed uit. 12 uur. Ja, 10:30. Oh ja. Nou, wat is de laatste film die je hebt gezien? Oh, dat weet ik echt niet. Ik heb zo lang geen film meer gezien. Ik heb laatst een poging gedaan tot Pulp Fiction, maar dat was niks voor mij. Wat een saaie film is dat. Ja? Ja. Ik heb een hele goede film gezien. Iets van puntje, 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 D. Zeg maar heel veel... Een heel lang cijfer. En achter D. Dat is zeg maar zo'n film. Zit zo'n meisje is ontvoerd. Hij zit heel lang opgesloten. In iemands kelder. Had je dat mij niet verteld, die film? Ja, maar dit is weer een andere. Oh. Wat heb je vanmorgen gegeten? McDonald's. Poffertjes. Oh ja. Met Nutella. Wat erg. Zit alweer hier aan. Goeie. Ik heb broodje hagelslag. Wat is je officiële naam? Luna Weerman. Geen tweede naam heb je? Nee. Jij? Nee, maar dan niet stil. Ga gewoon. Wat eet je het allerliefst? Friet. Ja? Ja, echt. Dat zou ik elke dag kunnen eten. Serieus? Ja. Oké. Okay. Maar net zoals macaroni, dat vind ik ook zo lekker. Dat ik echt van geniet als ik dat op tafel krijg. Nee, ik denk kipnuggets of zo eerder. Ja? Dat vind ik echt. Geen friet. Nee. Ja, ook wel. Maar standaard als ik dat ook zeg. Wat vind je echt niet lekker? Nou, warm fruit. Bijvoorbeeld warme appel in appeltaart. Of ananas op pizza. Mm. Gewoon fruit dat warm is, dat hoef ik echt niet. Same. En ja, ik lust zoveel niet. Ik ook eigenlijk niet. Ik had daar zelfs een keer een TikTok van gemaakt, maar dat ik allemaal niet lustte. I don't like you neither, the fuck. I don't like you. I don't like you. I don't like you. Bitch, I don't like you. Ja, inderdaad. Wijn, bier. Mag ik nog niet eens trouwens. Ik vind bloemkool ook zo vies. Oh, heerlijk. Wanneer dat met in de prullenbak ligt. Dat stinkt. Huh? Ja, dat is echt een vieze geur. Maar misschien is het met saus wel lekker. Moet ik een keer proberen. Ja, lekker. Echt leuke vragen, man. Ik moet even iets leuks doen. Wat dit dan? Is super saai om naar te kijken. Ja? Denk je niet? Wat moeten we doen dan? Weet ik niet. Twerken? Ben je ooit in Afrika geweest? En zo ja, waar? Oh, het land. Ja. Of, ja, in Egypte en Marokko. Ik alleen in Egypte. Echt? Ben je er geweest? Lang geleden hoor. Oh. Ik was 9, denk ik. Maar ik weet nog wel dat ik daar vet mooie vis heb gezien. Mooi hè, daar? Ja, oh. Maar ik vond het ook eng daar. Ja? Ja, mijn vaders beurs was echt de eerste nacht al gestolen. Oh. En al die mensen buiten, bij die winkels, weet je, oh ja, ik weet niet. Ja, die probeer je echt die winkels in te trekken. Daar. Ja. Favoriete fastfood restaurant? Voor Luna is dat geen vraag. Sowieso McDonald's. Ja, maar ja, McDonald's op één.
Op 2 KFC en op 3 Subway. Want ik vind Subway ook echt heel lekker. Echt KFC? Ja, vind ik het lekker. Daar hebben ze een hele lekkere burger. Kipburger. Ja? Ja. Mijn favoriete fastfoodrestaurant is ook McDonald's. Voor jou de ergst. Erg je favoriet. Hoezo voor mij ergst? Omdat het is dan... Wat gaan we vanavond eten? McDonald's? Dat is echt, dat gaat echt zo hoor. Ja. Hoe laat ga je meestal slapen? Nu in quarantaine tijd. Tussen 11 en 12. Zo vroeg? Ja, echt. Goed ik zo. Ik slaap nooit laat. Hmm. En jij dan? Ja, tussen 1 en 2. Echt? Wow. Ja, het ligt er echt aan als ik thuis slaap. Thuis slaap ik probeer ik wel wat vroeger te slapen. Ja, hè? Nee, ik weet niet. Ik heb wel een ritme nu. Sinds de quarantaine heb ik eindelijk een ritme in mijn slaap. Beter. De laatste persoon met wie jij uit eten bent geweest. Dat weet ik echt niet. Jij? Ik denk met Gaviera naar dat sushi restaurant. Toen met de laatste keer is. Ramons verjaardag. Ja. Ja, dat geloof ik wel. Want toen daarna kwam corona. Ja, hè? En jij dan? Weet ik niet. Ik heb wel eten besteld. Had dat ook? Nee. Oh. Nee, geen idee. Uit eten, nee. Ramon denk ik, of niet? Ja. Ben je lang geleden uit eten geweest? Voelde dat lang geleden? Ja. Maar ik denk dan in Athene. Misschien op vakantie, ja. Dat denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dat is niet heel lang geleden. Wat bestel je het liefst bij McDonald's? Altijd dit? McDonald's? Van mijn Big Mac menu? Nee, niet altijd. Sinds kort doe ik het. Jij bestelt altijd een grote friet, hè? Meestal. Ja, grote friet. Nu niet? Nee. Waarom? Nou, dan heb ik ook gelijk groot drinken erbij, of niet? Goed, hè? Ja. Dat is echt veel. Ja, klopt. We gaan straks karaoke challenge doen. Goed. Maar jij hebt allemaal nummers die ik toch niet ken. Ja, dat is ook kut. Maar misschien van top 40 nummers? Ja, dat doen we. Ja. Kim Nuggets zijn echt mijn leven. Wacht. Ja? Vind je niet lekker? You crazy. Na 2 heb ik er genoeg van. Ja? Weet je nog een tijdje op het werk? Bestelde ik echt elke pauze die 20 Kim Nuggets box. Ze krijgt ze gewoon op, hè? Echt iedere pauze hield ik zo'n box. Oké, heb je je auto aan? Ja, ik kan hem even op haar toe zetten. We doen even Luna haar lievelingsliedje op. Kijk hoe goed ze de tekst kent. Ik ga geen ruzie met jou maken, want je rijdt in Mary. Kijk hoe je tank. Mijn tank, hè? Nee, of niet. Ze denkt ze krijgt maar zika. Even een eind kansen. Ik weet het niet. Kansen. Ik weet het. Is alleen kans? Ja, toch? Ik geef geen kans. Die bitch denkt zeker dat ik haast. Nieuwe kans. Oké. Allemaal niks van helemaal. Nee, ik weet het echt niet. Nee, geen ding. Nee, ik ken alleen het refrein. Wat er mee je hebt. Oh, wat kut lied is dit. Anybody do that thing you do before. Zee. Moe honey, moe honey, moe honey. Hey, hey. Wat een kutlied. Doe eens een andere liedje aan mijn lijst. Mijn laatste kip nugget. Oké, ik doe gewoon wat, ja. Oh, deze. Al dat Engels. Ik doe een andere, ja. Waarom zoeken naar liefde? Als ik een zoeken naar dood. Af en toe moet je kiezen. Verslaafd aan die. Euro, verslaafd aan die luid. Ik heb een bon in mijn zak. Ik weet het niet. Laat dan die life, heb een bom in mijn zak. Dat is de som van je life, dat is de som voor je wife. Beter hou je er binnen, ik ben met de gang. En de helft zijn killers, let op je moves. En let op je tone, of wat ben ik. Oh, moest door. Tone, never alone. Alleen, ik voel never alone. Oké, andere voor jou. Ja, is beter. All for the gram. Bitches love the gram. Oh, wait. Only take the pick when I shot. Melle doe. Zeker van een Melle tjoet. Ellen moet. You ain't got a friend and she laughs. Nou, mooi hoor. Ik vond het mooi. Dit was een Nederlandse dan. Jij doet alleen maar Engelse voor mij. Ik kan dat niet zo goed. Oh, dat kan ik niet zo goed. Hè? Jij is mooi, ik heb je niet nodig. No one. Hallo, maar die is me niet uit te doen. En wij zijn nu met je what you want. Gelijk weer dat Engels.
I'm a little, but I want some more. Oké, ik doe één moeilijke. Ik doe één uit je afspeellijst van je moeder, ja? Oh my god. Nee, het is echt kutmuziek. Van mijn moeder. Dit is één reden voor om deze video te bekijken. Ik doe wel Nederlands, ja? Ik heb geen idee wat dit is. Is goed. Beter ken ik deze gewoon. Ik ben er boren in geschriften, dus dan gelijke realiteit. Koppen mezelf los van mijn persoon. Ik ken dit wel. Ik ben die persoon, maar die persoon is mij niet. Mijn universum, mijn projectie van wat ik gebeurd ben te zien. Zij is blessing. Ja, weet ik veel. Ook echt uit mijn moeder haar lijst. Oh, deze kijk ik wel. Laat me eerst even een stukje horen. Ik heb geen idee waar de tekst is. Laten staan. Of hier en onder laten gaan. Je ten onder laten gaan. Waarom zou je dat doen? Dit is net of ik tegen. Waarom zou je dat doen? Tegen de buurtbaan. Oké, okay, van nummer uit Luna's afspeellijst voor jou. Oké, okay, maar jongen. Wat okay. Is er? Kan ik toch niet? Weet je, ik kan het wel doen, maar ik ken het niet. Goeie? Ja. Ik zing maar wat. Nou, je hebt heel goed gedaan. Dankjewel. Dit is Duits. Echt? Dus die cool wil je eens hebben, geen tijd. Far from the DS. La la la. So me, so me, DS. La la la. Van de DS. La la la. Ik ga het laten horen. Bobicep. Bobicep. Oké, next. Leuke video, hè? Oh ja, give them. Ik ben met de zon, dat is de Big Bang. Jij moet nu niet denken dat je dit bent. Long gone. Ik ben met mijn zon, die daar in London. Ik wil je wiepen zonder condom. Toch? Schat, ik wil je wiepen zonder condom. Weg nu. Baby, fles erin, morgen ga niet weg nu. Zak het helemaal omlaag, het voelt zo echt nu. Zet je body hier op mij, ga niet weg nu. Zet je body hier op mij, ga niet weg nu. Baby, fluister in mijn oren, ga niet weg. Zak het heen, ik geloof niet dat het nu klonkelen, wat nu? Baby, fluister in mijn oren, ga niet weg nu. Zak het helemaal omlaag, het voelt zo echt nu. Nou, zet je body hier op mij, ga niet weg nu. Ja, doe ik het goed? Ja, ben je trots? Goed. Kijk, we hebben zelf een telefoon. Oh. Ja. Hey. Je hebt een vies hoesje. Hoi, werk. Het gelijk niet eens groen meer dit. Nee, ik wil, ja, jou er wel dan? Ja. Ja, lekker cool. Cool. Ik ga stuk op mijn koe. Oké, ik zet hem even uit, accu. Zij heeft alles cool. Normale mensen houden van pandenprintje en zo. Zij houdt gewoon van koeienprint. Ik heb één koeienprint. Ja, je sport denk ik. Nee, dat is geen koe. Oké. Ik hou hem ook in mij. Hele sweater aan. Ja, wel een mooie sweater. Ja, 100 euro was die. Even dat jullie het weten. Geen ijsjes meer? Misschien later. Ja. Nou jongens, ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Dat jullie een beetje konden meegenieten van ons McDonald's avontuur door de drive. We kunnen natuurlijk nu niet meer naar binnen vanwege de coronatijden. Dus gaan we lekker in de auto, saampjes. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer ook even op Luna. Ga je nog wat doen op YouTube? Ga je nog eens wat uploaden? Ja, er komt nog wel een Athene vlog. Ja, hè? Ja. Ja, het is leuk. Je gaat natuurlijk verhuizen. Daar wil je ook vlogs maken. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja. Ja. Dus abonneer op haar om het ook allemaal te zien. En dan hoop ik dat ik jullie weer zie bij de volgende video. Doei doei! Wij zijn echt cute.